Goedenavond en welkom bij deze nieuwe aflevering over de 8 tekenen in het Evangelie naar Johannes. We hebben de afgelopen keren nagedacht over, hebben we nagedacht over de spijziging van de 5000 en de storm op het meer. We hebben gezien dat dit opnieuw een profetische betekenis had, maar we hebben vooral gekeken naar de manier waarop de Heer Jezus voorziet in dat wat nodig is, maar ook de manier waarop de Heer Jezus aan de zijnen geeft waar ze profijt bij hebben en hoe hij tot de zijnen komt. Hoe hij in de nood voor de zijnen bidt, de storm op het meer, en hoe hij dan tot hen komt in die nood. En dat laatste, daar zullen we ook vanavond in Johannes 9 weer naar kijken. We hebben vanavond een lang hoofdstuk voor ons. Dus we moeten de tijd een beetje goed in de gaten houden. Zodat we niet te lang bezig zijn. De bedoeling is om vanavond naar Johannes 9 te gaan. Bijna het hele hoofdstuk. Lang hoofdstuk. Maar ook een van mijn favoriete hoofdstukken. Dus we zien hoe deze man die blind geboren is, hoe hij groeit, hoe hij tot geestelijk gezien tot bloei komt, maar ook de manier waarop hij de vijanden van de Heer Jezus, deze fariseeën, op een toch wel iets wat sarcastische manier te woord staat. En eigenlijk de dingen die zij hem voor de voeten werpen, neemt en de bal zo terugkaatst. Nou, daar gaan we vanavond naar kijken. Voordat het zover is, voordat we daarmee bezig gaan, wil ik graag eerst beginnen met gebed. Onze God en Vader, we willen u danken dat we ook nu weer bij u mogen komen. Met uw woord bezig mogen zijn. Vragen om hulp, vragen om bijstand. Dragen ons in alles bij u op. We willen u ook danken dat u steeds opnieuw deze gelegenheden geeft waarin we samen na kunnen denken over uw Zoon, de Heer Jezus. En willen bidden om een rijke zegen. We vragen om hulp bij de techniek, om hulp bij het spreken en het luisteren. We bidden bovenal dat alles tot eer en verheerlijking van uw naam mag zijn. Amen. Vanaf deze week werken we met een nieuw camera-opnamesysteem. Dus voor mij nog een beetje wennen. Het zal ongetwijfeld voorkomen dat ik niet elke keer recht in de camera kijk die tegenover mij staat. Maar goed, dat moeten we maar vergeven. Laten we naar Johannes 9 gaan. Johannes 9 vanaf vers 1. En toen hij voorbij ging, zag hij een mens blind van de geboorte af. En zijn discipelen vroegen hem al dus, Rabbi, wie heeft gezondigd, deze of zijn ouders, dat hij blind geboren werd? Jezus antwoordde, nog deze heeft gezondigd, nog zijn ouders. Maar de werken van God moeten in hem openbaar worden. Ik moet de werken die van hem die mij heeft gezonden. Zolang het dag is, de nacht komt waarin niemand kan werken. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht van de wereld. Na dit gezegd te hebben, spuwde hij op de grond en maakte slijk van het speeksel en streek het slijk op zijn ogen. Ga heen en zei tot hem, ga heen, was u in de vijver Siloam, wat vertaald wordt, uitgezonden. Hij dan ging weg en waste zich en kwam ziende terug. Eigenlijk staat er, en hij kwam ziende. De buren dan, en zij die vroeger hadden gezien dat hij een bedelaar was, zeiden, is hij dat niet die zat te bedelen? Sommigen zeiden, hij is het. En anderen zeiden, nee, maar hij lijkt op hem. En hij zei, ik ben het. Zij zeiden dan tot hem, hoe zijn uw ogen dan geopend? Hij antwoordde en zei, de mens die Jezus heet, maakte slijk, bestreek mijn ogen en zei tot mij, ga heen naar Siloam en was u. Dus ging ik weg, waste mij en kon zien. Ze zeiden tot hem, waar is hij? Hij zei, ik weet het niet.
Ze brachten hem, die vroeger blind was geweest, naar de Farizeeën. En nu was het Sabbat op de dag dat Jezus het slijk maakte en zijn ogen opende. Ook de Farizeeën dan vroegen hem opnieuw hoe hij kon zien. En hij zei tot hem, hij legde slijk op mijn ogen, ik waste mij en ik zie. Sommigen dan van de Farizeeën zeiden, deze mens is niet van God, want hij houdt de Sabbat niet. Maar anderen zeiden, hoe kan een zondig mens zulke tekenen doen? En er was vol verdeeldheid onder hen. Ze zeiden dan opnieuw tegen de blinde, wat zegt u van hem, omdat hij uw ogen heeft geopend? En hij zei, hij is een profeet. De Joden dan geloofden niet van hem dat hij blind was geweest en kon zien, totdat zij de ouders hadden geroepen van hem die ziende was geworden. Ze vroegen hun al dus, is dit uw zoon van wie u zegt dat hij blind geboren is? Hoe kan hij dan u zien? En zijn ouders dan antwoordden hun en zeiden, wij weten dat dit onze zoon is en dat hij blind geboren is, maar hoe hij nu kan zien weten wij niet. Of wie zijn ogen geopend heeft, weten wij niet. Vraag het hem zelf, hij is volwassen. Hij zal voor zichzelf spreken. En dit zeiden zijn ouders omdat zij bang voor de Joden waren. Want de Joden waren al overeengekomen dat als iemand hem als Christus beleed, hij uit de synagoge zou worden gebannen. Niet Christus dus, maar degene die Christus beleed. Daarom zeiden zijn ouders, hij is volwassen, vraag het hem zelf. En ze riepen voor de tweede keer de mens die blind was geweest en zeiden tot hem, geef God heerlijkheid. Wij weten dat deze mens een zondaar is. Hij dan antwoordde, of hij een zondaar is, weet ik niet. Eén ding weet ik, dat ik blind was en nu zie. Zij zeiden dan tot hem, wat heeft hij u gedaan? Hoe heeft hij uw ogen geopend? Hij antwoordde hun, ik heb het u al gezegd. U hebt niet geluisterd. Waarom wilt u het opnieuw horen? Wilt u soms ook zijn discipelen worden? Ze scholden hem uit en zeiden, u bent een discipel van hem. Maar wij zijn discipelen van Mozes. Wij weten dat God tot Mozes heeft gesproken. Maar wij weten niet waar deze vandaan is. De mens antwoordde en zei tot hem, hierin is toch iets wonderlijks. Dat u niet weet waar hij vandaan is en toch heeft hij mijn ogen geopend. Wij weten dat God geen zondaars hoort. Maar als iemand Godvrezend is en zijn wil doet, die hoort hij. Van eeuwigheid af is het niet gehoord dat iemand de ogen van een blindgeborene heeft geopend. Als deze niet van God was, zou hij helemaal niets kunnen doen. Zij antwoordden en zeiden tot hem, u bent geheel en zonder geboren en leert u ons? En ze wierpen hem naar buiten. Jezus hoorde dat zij hem naar buiten hadden geworpen. En toen hij hem gevonden had, zei hij tot hem, gelooft u in de Zoon des Mens? Hij antwoordde en zei, wie is hij, Heer, opdat ik in hem geloof? En Jezus zei tot hem, u hebt hem niet alleen gezien, maar hij die met u spreekt, die is het. En hij zei, ik geloof, Heer. En hij aanbad hem. We kunnen in dit gedeelte opnieuw een profetische betekenis vinden. Ik wil daar niet te veel aandacht aan besteden, dus laten we dat eerst even bekijken, zodat we de rest van de tijd in dit lange hoofdstuk kunnen besteden aan de praktische kant. Maar ook aan de typologische kant. Want wat we hier eigenlijk voor ons hebben, is het beeld van een bekering. Maar goed, daar gaan we dadelijk naar kijken. Als we kijken naar de tekenen die we tot dusver gedaan hebben, bekeken hebben, dan hebben we steeds gezien dat deze tekenen tot doel hadden dat men zou geloven. We hebben dat destijds in het begin gelezen in Johannes 20. Daar hoeven we niet nog een keer naartoe te gaan. Maar we hebben ook steeds gezien dat die tekenen tot ons spreken van een kenmerk, van iets in verbinding met het duizendjarig rijk. Nou, dat kunnen we ook hier weer in terugvinden. Maar omdat we elke keer diezelfde beelden, vergelijkbare beelden hebben, wil ik daar nu niet weer te veel tijd aan besteden. Die blindgeboren man is dan een beeld van Israël. Israël die in ellende is, arm, een bedelaar, blind is, niet ziet, geen geestelijk inzicht heeft. En op het moment dat dan de Heer Jezus het duizendjarig rijk opricht,
dan maakt hij Israël ziende. Er zijn verschillende teksten die we daarvoor aan zouden kunnen halen, waar we er eentje nemen. Jesaja 35, vers 5. Dan zullen de ogen van de blinden worden opengedaan en de oren van de doven zullen worden geopend. Er zijn natuurlijk veel meer teksten die we daarbij zouden kunnen halen, maar dat is niet waar ik het graag vanavond met u over wil hebben. Het gaat me echt om de praktische kant. Dus als we kijken naar de blindgeborene Israël. Israël zal hersteld worden in het duizendjarige rijk. We kunnen bijvoorbeeld denken aan Ezekiel, dat gezicht, visioen met die doodsbeender, waar vlees op komt, spieren op komen, waar leven in komt. Dan vinden we het herstel van Israël ook terug. Een doodsbeender, een skelet kan ook niet zien. Maar Heer Jezus zal ervoor zorgen in die toekomende dag dat Israël weer het juiste zicht heeft. Het zicht heeft op haar Heer. Dat vinden we hier in beeld ook terug. Maar als we gewoon even kijken naar de toepassing voor ons vandaag, dan zouden we kunnen zeggen dat deze blindgeboren man een beeld is van ons als mensen. David schreef in Psalm 51, zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Dat is vers 7. Wij als mensen zijn in zonde geboren. De Engelse serie zijn we bezig in Genesis. We hebben gezien dat door Adam heen iedereen geboren is in zonde. Adam is geschapen naar Gods beeld. De kinderen uit Adam werden geboren naar Adams beeld. We lezen dat, geloof ik, Genesis 4 of 5. We zijn allemaal in die zin behept met zonde. We zijn daarin geboren. En we hebben, doordat wij die zondige natuur hebben, doordat wij zonder God zijn, of zoals Efeze 4 het zegt, in duisternis zijn, als je niet kunt zien, ben je in duisternis. Daardoor hebben wij niet het zicht op God. Kunnen wij geestelijk niet zien? Hebben wij geen geestelijk onderscheidingsvermogen? En daar moet de Heer dan aan te pas komen. Daar moet God aan te pas komen in zijn soevereiniteit. Dat is één kant die we hier vinden. En als God dat dan doet, dan moet daar een respons komen van onze kant. We gaan er dadelijk wel wat meer in detail op inzoomen. Wat verder, wat dieper in kijken. En als er dan die respons is van de kant van de mens, dan is het gewenste gevolg dat er groei is. Dat wij de Heer Jezus beter leren begrijpen. Dat wij meer van Hem te weten komen. En dat zien we ook in dit hoofdstuk voor ons. In vers 11, dan zegt deze bedelaar over de man die hem geholpen heeft, de mens die Jezus heet. Dat is de eerste stap voor hem. Dat is de eerste kleine stap in het leren kennen van de Heer Jezus. Dan zegt hij in vers 17, hij is een profeet. In vers 25 geeft hij aan dat hij dingen niet weet. Of hij een zondaar is, weet ik niet. Hij kende de Heer Jezus nog niet goed. Wij weten natuurlijk uit verschillende delen van het Nieuwe Testament dat de Heer Jezus geen zonde gekend heeft, nog gedaan heeft, dat in hem geen zonde is. En wat deze Joden zeiden, dat de Heer Jezus een zondaar was, dat is godslastering. Dat is een ernstige zaak. Maar goed, laten we ons bezighouden met de positieve dingen in dit hoofdstuk. En dan vinden we, als we dan weer kijken naar de groei van die man, dan vinden we vervolgens in vers 33, als deze niet van God was, zou hij helemaal niets kunnen doen. Met andere woorden, hij
Hij gaat van de mens Jezus, via een profeet, komt deze man tot de conclusie, deze is door God gezonden. Deze mens is van God. En als we dan naar het eind van het hoofdstuk gaan, waar de Heer Jezus hem opzoekt, dan vraagt de Heer, gelooft u in de Zoon des Mensen? En dan zien we in het antwoord dat deze man realiseert wie de Heer Jezus is. En hij noemt hem Heer. Wie is hij Heer? En dan het uiteindelijke resultaat van dat korte gesprekje daar, die paar versen, is dat hij de man zegt, waar we gestopt zijn met lezen, ik geloof Heer. En hij aanbad hem. En dan zien we dus dat er van een man die geen inzicht had, die niets wist, niets zag, er een vooruitgang is naar het uiteindelijk weten wie die Jezus is, hem erkennen als Heer en hem dan ook aanbidden. Dat is de vooruitgang die ook in elke gelovige gevonden zou moeten worden. Dat ook in elke gelovige moet er een toenemen in kennis zijn van wie de Heer Jezus is, van wie God is, opdat dat uitwerkingen heeft in ons leven. We vinden in 2 Petrus 1 vanaf vers 5 vinden we dat Petrus 7 dingen opnoemt die aan ons geloof toegevoegd zouden moeten worden. 2 Petrus 1 vers 5 voegt om deze reden echter ook met inbreng van alle ijver. Dat betekent dus dat we er moeite voor moeten doen. Bij uw geloof de deugd en bij de deugd de kennis. Van die 7 dingen wordt de kennis als tweede genoemd. En 2 Petrus is natuurlijk niet ons onderwerp vanavond, dus daar gaan we niet te veel naar kijken. Maar Petrus benoemt in deze brief, noemt in deze brief 15 keer, als ik het me goed herinner, het woord kennis. Kennis is belangrijk. Er wordt vaak gezegd, de broeders die zijn theoretisch. En er zit geen praktijk bij, want we zullen dadelijk wel zien dat hier ook praktijk bij is. Maar kennis is belangrijk. Iedereen gaat als kind eerst naar school. 6 jaar basisschool, 4 tot 6 jaar middelbaar onderwijs. En dan een vervolgstudie. En als dat studietraject is afgerond, dan ga je naar het werk. Dan komt de praktijk. En dan tijdens de praktijk, dan zijn er nog cursussen, bijscholing, en dan wordt er nog steeds verder geleerd. Ik geloof niet dat er iemand is geweest die geboren is, ergens, waar dan ook maar, ooit, en die eerst aan het werk is gegaan, jarenlang gewerkt heeft, de praktijk gedaan heeft, en toen aan het eind van zijn leven naar school is gegaan. Het is altijd andersom. Het onderwijs komt eerst en daarna de praktijk. We vinden dat bijvoorbeeld in de brief aan de Efeziërs. Daar zijn de eerste 3 hoofdstukken, een ruige indeling, hoofdzakelijk onderwijs. En dan de laatste 3 hoofdstukken, hoofdzakelijk praktijk. Die praktijk is gekoppeld aan het onderwijs. Als wij niet de kennis hebben van iets, kunnen wij die kennis niet in de praktijk brengen. En daarom is het nodig dat wij die beide dingen bekijken. Niet alleen de kennis, maar ook niet alleen de praktijk. Op het moment dat we naar één van de 2 kanten doorslaan, dan verliezen we andere kanten uit het oog. Die 2 dingen zijn in Gods woord in balans. En die zouden in onze levens, maar ook in onze gesprekken, in onze woordbedieningen, zouden die dingen ook in balans moeten zijn. Dat wil niet zeggen dat er nooit alleen maar over theorie gesproken mag worden, of dat een toespraak alleen maar praktisch, dat niet kan. Maar er moet een balans zijn. Het kan niet, en het kan niet of het een of het ander zijn. Beide moeten aanwezig zijn. En dat vinden we in dit hoofdstuk heel duidelijk terug. Nou, dat is dan even heel kort een overzichtje van de dingen
die we gaan bekijken. Hè? Bekering met als gevolg geestelijke groei. Nog één vers om aan te... Om te laten zien dat daadwerkelijk dat die blindheid ook met bekering te maken heeft. Of het genezen van de blindheid. De Heer zegt tegen Nicodemus: tenzij iemand opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Hoofdstuk 3, vers 3. Het opnieuw geboren worden. Dat kunnen we verbinden met de bekering. We gaan maar niet de discussie aan over wat nu eerst en wat nu daarna komt. We halen de volgorde aan die we hier vinden. Eerst vinden we de soevereiniteit van God. Nee, Jezus gaat voorbij en ziet daar die man. Die man ziet natuurlijk de Heer Jezus niet. Die is blind. We zien ook niet dat die man roept, zoals Bartimeus dat deed. Die man doet niets. En in zijn hulpeloze, hopeloze, blinde toestand gaat de Heer naar hem toe en spreekt hem aan. En dat is bij de bekering ook zo. Er is het werk van Gods geest in de mens. Dat is Gods soevereiniteit. En ook daar wil ik niet te veel over uitweiden. Maar Gods soevereiniteit is één kant van de medaille. Er is ook de andere kant en dat is onze verantwoordelijkheid. Die twee dingen, die kunnen wij intellectueel niet met elkaar verenigen. En daarom zijn er aan de ene kant gelovigen die leggen enorme nadruk op de soevereiniteit van God en vergeten onze verantwoordelijkheid. En er zijn anderen die doen precies het tegenovergestelde. Nadruk op verantwoordelijkheid en die vergeten de soevereiniteit van God. Die twee dingen zijn in balans. Gods wegen zijn hoger dan onze wegen. Zijn gedachten zijn hoger dan onze gedachten. Wij kunnen dat niet menselijk, intellectueel begrijpen. En daar moeten we het ook bij laten. De Heer Jezus zocht die man uit. Hij zag die blinde daar en ging naar hem toe. En dan hebben we daar die vreemde vraag van de discipelen. Daar kom ik dadelijk wel even op terug. Ik wil nu eerst naar de andere kant, de verantwoordelijkheid. De Jezus die strijkt dat slijk op zijn ogen, op de ogen van die blinde man. Dan zou je zeggen, ja, dan wordt het alleen maar erger van. En dan zegt hij, maar goed, we zullen zien dat dat niet zo is. Dan zegt hij, ga en was u. Die man had kunnen zeggen, wie is dit? Wie zegt dit tegen mij? Hoe kan dat nou? Wat denkt die man wel niet? Dat hij eerst mijn ogen nog erger maakt dan ze menselijkerwijs al zijn. En dan moet ik me ook nog gaan wassen. Goed, we lezen daar helemaal niets van. Maar wat we wel lezen is dat die man dat doet. Hij ging weg en hij waste zich. En kwam ziende, eind van vers 7. Dat is de verantwoordelijke kant. Dat is de kant van de mens. We hebben gekeken naar de soevereiniteit van God die blinde bedelaar uitkoos. Maar dan is het de verantwoordelijkheid van die blinde bedelaar om gehoorzaam te zijn aan het gebod van God. Nou, dat gebod van God vinden we bijvoorbeeld in Handelingen 17, vers 30 en 31. God dan, met voorbijzien van de tijden der onwetendheid, beveelt nu aan alle mensen overal, wat? Dat zij zich moeten bekeren. Dus dat bevel gaat uit naar alle mensen. Er is niemand die kan zeggen, God heeft mij niet uitgekozen. God heeft jou bevolen, heeft u bevolen, heeft ons bevolen, dat wij ons bekeren. Dat is de verantwoordelijkheid van de mens. Nou, die twee dingen, die twee hele grote onderwerpen uit Gods woord, vinden we hier in een paar verzen verpakt. En nogmaals, daar zouden we, dat zijn grote onderwerpen, zouden we heel veel tijd aan kunnen besteden. Dat gaan we nu niet doen, want we hebben 38 verzen waar we
doorheen mogen vanavond. Dus we moeten ook een beetje vooruitgang maken, voortgang maken. Maar dat is wat we hier vinden. En als we dan nog kijken naar een paar van de details die we hier verder in dit eerste gedeelte vinden, dan vinden we daar die vreemde vraag van de discipelen. Ik heb daar vroeger als jongen elke keer als ik dat las, dan dacht ik van ja, maar discipelen, hoe kun je dat nou zeggen? Kijk, je kan nog begrijpen dat de ouders zondigen en dat het kind blind geboren wordt. Hè, we zien dat bijvoorbeeld in Psalm 51, hebben we net naar gekeken, dat was naar aanleiding van Davids zonde met Batseba. Dat kind dat uit die zonde geboren is, is gestorven. Oké, dus die link die kunnen we nog begrijpen. Maar dat deze man gezondigd zou hebben, zodat hij blind geboren is, dat wilde er bij mij als kind niet in. Maar dat heeft ermee te maken dat bepaalde Joodse theologen in die tijd, Exodus 20, vers 5, verkeerd uitlegden. Daar staat namelijk: Ik, de Heer, uw God, ben een naijvere God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. Ja, dat is dus de ouders zondigen. Maar als we dan naar Hosea 12 gaan, en we vinden dat ook in Genesis 25. In Hosea 12, daar lezen we over de zonde, tussen aanhalingstekens, van Jacob. De Heer heeft, vers 3, de Heer heeft een rechtszaak met Juda. Hij zal Jacob vergelden naar zijn wegen. Hij zal zijn daden op hem doen terugkeren. In de moederschoot pakte hij zijn broer bij de hielen. Met andere woorden, in de moederschoot, toen hij nog ongeboren was, bedroog hij zijn broer. Dat is de theorie die deze theologen erop nahielden. Nou, ik geloof niet dat we ergens uit Gods woord daadwerkelijk bevestigd vinden. Maar dat is waarschijnlijk waar de vraag van deze discipelen vandaan kwam. En zij concluderen daarmee, ziekte, gevolg van zonde. Natuurlijk is het zo dat uiteindelijk alle ziekte voortkomt uit het feit dat de mens in de zonde gevallen is in Genesis 3. Maar we kunnen niet zeggen dat elke zieke persoon, elke zieke gelovige, daarmee bijvoorbeeld een specifieke zonde heeft, of dat hij zijn leven niet, of zij niet zijn leven op orde heeft, dat daar een een-op-een verbinding is met ziekte. Dat kan zo zijn. Ja, we lezen daarover in eerste brief aan de Korintiërs. Paulus zegt, daarom zijn er niet weinigen onder u ziek en ontslaan. Daar had het te maken met de toestand onder de Korintiërs. En we vinden dat bijvoorbeeld ook in de brief van Jacobus terug, waar ziekte en zonde met elkaar verbonden zijn. Maar niet in het algemeen. Ja, er zijn zoveel gevallen, ook in het Nieuwe Testament, waar gelovigen, trouwe gelovigen, ziek waren. Waar we niets lezen dat dat te maken heeft met iets wat verkeerd zou zijn in hun leven. Denk bijvoorbeeld ook maar aan Job en zijn vrienden. Job zijn vrienden die zeiden, Job, je hebt wat verprutst ergens, daarom gebeurt dit met jou. Nou, en uiteindelijk blijkt dat dat niet het geval is. Met andere woorden, ziekte in zijn algemeenheid is een gevolg van de zonde. Maar dat iemand ziek is, heeft niet per definitie te maken met een specifieke zonde in iemands leven. En Jezus zegt dan ook, deze ziekte heeft te maken met het feit dat de werken van God in hem geopenbaard moeten worden. Nou, natuurlijk, het eerste werk van God naar buiten toe was zijn genezing. Maar als we naar hoofdstuk 6 gaan, vers 29, dan lezen we daar, dit is het werk van God, dat u gelooft in hem die hij heeft gezonden. Dat u gelooft in hem die hij heeft gezonden. Nou, dat is precies de reden waarom Johannes die 8 tekenen heeft opgeschreven. Denk maar aan het eind van hoofdstuk 20. We lezen in vers 5 dan ook dat de Heer Jezus zegt, in verbinding met wat er in hoofdstuk 8 staat, dat hij het licht van de wereld is. En deze
Deze mens, deze bedelaar, zou hij ook het licht geven. Maar we vinden ook wat de Heer Jezus deze man aangeeft om te doen, of die instructie die de man meegeeft, dat hij daarmee weer terugverwijst naar de gezondenen. He, want we hebben gelezen dat hij zich moest wassen in de vijver Siloam, wat vertaald wordt uitgezonden. En we lezen over de Heer Jezus, of van de Heer Jezus, in vers 18 van hoofdstuk 8, bijvoorbeeld, dat de Vader hem heeft gezonden. Ik ben het die van mijzelf getuig, en de Vader die mij heeft gezonden, getuigt van mij. Maar daartussenin zien we nog hoe de Heer Jezus met deze man te werk gaat. We hebben in de afgelopen 5 wonderen hebben we heel vaak gezien dat de Heer Jezus sprak. Dat hij dingen zei waardoor er een wonder gebeurde. De eerste keer, hij sprak en het water werd wijn. En hij sprak en mensen werden genezen. Hier zien we dat hij spreekt, maar ook dat hij dingen doet. We zien dan in vers 6, na dit gezegd te hebben, spuwde hij op de grond en maakte slijk van het speeksel en streek het op zijn ogen. Dan moeten we voor het verband ook even naar Romeinen 9, vers 21. Ook, of heeft de pottenbakker geen macht over het leem, om het dezelfde klomp te maken, het ene vat tot eer en het andere tot oneer. Dan zult u misschien denken, wat heeft dat dan nou mee te maken? Het woord leem in Romeinen 9 is in het Grieks hetzelfde woord als het slijk, de modder. In het Engels staat er dan ook de klei in beide gedeelten, dus dan is het wat duidelijker. Het is hetzelfde woord. En als we kijken naar wat de Heer Jezus hier doet, hij openbaart zich hier als de schepper. We vinden een verwijzing daarnaar in Romeinen 9. Maar als we kijken naar het scheppingsverhaal, dan zien we dat de Heer Jezus, dat de Heer Jezus ons, de mens, gemaakt heeft uit het stof van de aarde. En dan lezen we in het scheppingsverhaal steeds, hij sprak, God zei, en God daar is de uitvoerende macht, is daar de Heer Jezus. We lezen dat bijvoorbeeld in Hebreeën 1. God sprak en het was er. Hij gebood en het stond er. Het is het woord van God. Dat vinden we hier ook. Maar dan vinden we bij de mens op de zesde dag dat God in hem blies. De levensgeest van God in hem blies. Dat was voordat de zonde in de wereld kwam. We hebben hier al gezien dat we kijken naar een mens in zonde geboren. En dan zien we hier dat de Heer Jezus niet alleen spreekt en niet alleen zijn geest gebruikt, we zullen dat dadelijk zien, maar dat ook het water nodig is. We vinden dat water in de vijver Siloam, maar ook het speeksel. Speeksel is een mengsel van water en lucht. En daar vinden we die twee aspecten terug. De geest, de levensadem die in Adam geblazen werd. Hier het speeksel, water vermengd met lucht. En Gods woord. Gods woord moet toegepast worden, moet aan ons laten zien dat wij zondaren zijn. Een voorbeeld, de wet, de boeken van Mozes, die overtuigt van zonde. Als wij de wet lezen, dan komen we er heel snel achter dat wij zondaars zijn. Nou, die twee dingen, die vinden we hier in de Heer Jezus, die spuugt in een klein beeld, vinden we die terug. En dat is nog steeds de kant van de Heer, die zich hier dan openbaart als de schepper. Zoals hij de mens uit stof gemaakt heeft in Genesis 1,
brengt hij hier als schepper, als het ware, hè, als we dat verbinden met hoofdstuk 3, de nieuwe geboorte tot stand. Hij schept hij een nieuwe mens. En natuurlijk, het kruiswerk is hier nog niet volbracht. Dat komt allemaal nog. Maar in deze beelden zien we dat terug. Maar dan is daar de verantwoordelijkheid van die man. Daar hebben we al even naar gekeken. Hij moet naar Siloam gaan. En zo moeten wij ook zelf het woord tot ons nemen. Siloam, gezonden. Maar het was een vijver. Er was water daar. En we weten uit Efeze 5 dat het water spreekt van het woord van God. Wij moeten dat ook zelf tot ons nemen. En dan is het gevolg dat die man ziende wordt. Maar hij heeft de Heer nog niet gezien. Het is goed om dat even in het achterhoofd te houden voor de rest van het gesprek wat hij dadelijk zal hebben. En als de mensen hem dan zien, dan zeggen ze, dat is die bedelaar. Die man is veranderd. En dat brengt direct een soort van aansporing voor ons. Misschien ook wel een uitdaging in het Engels, zou je zeggen, een challenge, want dat vertaalt niet zo mooi naar het Nederlands toe. Hoe is dat bij mij? Die mensen zagen bij deze blinde man, die is veranderd. Daar is iets. En sommigen zeggen, nee, hij lijkt er alleen maar op. Maar anderen zeggen, nee, hij is het. En dan zegt hij zelf, ja, ik ben het. Hoe zien de mensen mij? Zien de mensen aan mij dat ik anders ben? Dat is een vraag die wij onszelf moeten stellen. Maar als we dan kijken naar wat de mensen zeggen. En dan vinden we opnieuw. Dat, zoals we dat ook de vorige keren gezien hebben, dat de mensen meer gefocust zijn op de tekenen dan op de persoon van de Heer Jezus. Dan zeggen ze, hoe zijn uw ogen geopend? Ze vragen niet, wie heeft dat gedaan? Was Jezus van Nazareth daarmee verbonden? Dat hadden ze natuurlijk kunnen weten. Ze wisten wat er gebeurde. Maar ze zijn helemaal gefocust, nieuwsgierig naar het hoe. Niet het waarom, niet wie, maar hoe bent u genezen? En dan vinden we daar die eerste stap. De mens die Jezus heet. En het evangelie naar Johannes is het evangelie van de Zoon van God. Daarmee eindigt ook het evangelie. Maar we zien in dit evangelie ook steeds terug de vleeswording van de Heer Jezus. Daar begint hoofdstuk 1 ook mee. Het woord is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond. En hier vinden we dat dan ook in een notendop weer terug. De mens die Jezus heet. En het is goed om dat steeds voor ogen te houden, dat de Heer Jezus mens is. Niet alleen was, maar nog steeds is. De mens die Jezus heet. En als zij dan vragen, waar is hij? Zegt hij, ik weet het niet. Hij wist niet waar de Heer Jezus was. Dat komt dadelijk nog. En dan, onvermijdelijk moeten natuurlijk die fariseeën daar weer een rol in spelen. De mensen brengen deze man naar de fariseeën. Ja, dit was allemaal gebeurd op de Sabbat. Ik heb al eerder gezien, daar waren die fariseeën niet zo blij mee. En de fariseeën stelden dan ook de vraag, wat heb je gedaan? En de man die komt met hetzelfde verhaal. Iemand, hij legde slijk op mijn ogen, ik waste mij en ik zie. Zo simpel is het. En laat het ook niet zien dat er een eenvoudig geloof is bij deze man. En daar ook een eenvoudig getuigenis. Geen omhaal van woorden en hoe hij allerlei dingen gedaan had. En hoe hij strompelend door de straten was gegaan om op de tast dat badwater te vinden. Nee. Heel simpel, heel duidelijk legt hij uit. We zouden zeggen in het Nederlands in één zin. Ik weet niet hoe dat in het Grieks of Hebreeuws was. Dat maakt niet uit. Heel kort en krachtig. Dit is er gebeurd. En dat is het gevolg. En dan krijgen we het dilemma wat elke keer weer terugkomt als het gaat om de persoon van de Heer Jezus. Sommigen zeiden van deze mens is niet van God. Hij houdt de Sabbat niet. Hoe kun je nou de wet breken en van God zijn? Anderen zeiden, hoe kan een zondig mens zulke tekenen doen? Zo gezegd, misschien zijn Nicodemus dat wel. Dat weten we niet. Maar wat we duidelijk zien, is dat er verdeeldheid was. En we zouden kunnen zeggen, aan de persoon van de Heer Jezus scheiden zich de geesten. Dan wordt heel duidelijk
waar iemand staat. Wie niet met mij is, is tegen mij. Nou, dat vinden we hier heel duidelijk terug. Er is verdeeldheid onder hen. En dan vragen ze opnieuw, vers 17. Wat zegt u dan van hem? Omdat hij uw ogen heeft geopend. En dan zegt hij, hij is een profeet. We weten niet hoe deze bedelaar tot die conclusie was gekomen. Maar er is een voortschrijdend inzicht. Er is groei. Er is meer geestelijk inzicht bij deze man. Hij is een profeet. Dat was nou juist hetgene wat de Joden niet wilden weten. De eerste keer dat hij een profeet genoemd wordt is in Samaria. Waar deze vrouw de Heer Jezus herkent en erkent als een profeet. En een profeet is iemand die vanuit de tegenwoordigheid van God spreekt naar de mensen toe. Ja, lees bijvoorbeeld 1 Koningen 17, de eerste twee versen. Daar staat Elia voor Ahab. En maar dan zegt hij, terwijl hij voor Ahab staat, dat hij komt in de naam van de Heer voor wiens aangezicht ik sta. Niet voor wiens aangezicht ik gestaan heb, daar een boodschap gekregen heb. Nee, geestelijk gezien stond Elia voor het aangezicht van de Heer. En gaf de boodschap van de Heer door aan Ahab. Hij is een profeet. Maar er is zoveel ongeloof. Er is zoveel ongeloof dat de Joden denken van ja, dit kan niet. Dit kan niet en dan moeten de ouders er maar bij komen. En dan vragen ze, is dit uw zoon van wie u zegt dat hij blind geboren is? En dan zien we dat deze ouders, die zijn meer bezorgd om hun geestelijke, hun religieuze positie dan om hun zoon of om de Heer Jezus. Ze weigeren een antwoord te geven. Waarom? Omdat ze bang voor de Joden waren, want de Joden waren al overeengekomen dat als iemand hem als Christus beleed, hij uit de synagoge zou worden gebannen. Dit laat ons ook zien, deze kleine verklaring van Johannes, dat de ouders wel wisten wat er gebeurd was. In de zin van dat ze tot de conclusie waren gekomen, dit moet met Jezus te maken hebben. Dit moet te maken hebben met de Christus, met de Messias. Maar ze wilden het niet zeggen. En dan zeggen ze, ja, onze zoon is volwassen, vraag hem zelf maar. We zullen aan het eind van het hoofdstuk zien dat de zoon, deze bedelaar, die gaf niet om religieuze posities, die gaf niet om het systeem, die gaf alleen maar om de persoon van de Heer Jezus. We zouden kunnen zeggen, hij heeft de goede keus gemaakt, dat wat niet van hem weggenomen wordt. Dat religieuze systeem was door God eigenlijk al verlaten. We hebben dat steeds opnieuw gezien met de feesten van de Joden. De reinigingsvaten, hoofdstuk 2, die leeg waren. Het was een hol systeem geworden waar geen waarheid, geen realiteit meer in zat. Maar deze ouders waren zo gefocust op hun positie, dat ze daarmee zelfs hun zoon wel in de steek wilden laten. Waar een religieuze positie, waar dat dan ook maar is, of dat nu in de kerk is, of in de synagoge zoals dat hier het geval is, die brengt ons niet dichtbij de Heer. Die brengt ons geen redding, brengt ons geen nieuwe geboorte, maakt ons niet tot wedergeboren christenen. Deze ouders met hun positie, met hun systeem stonden uiteindelijk net zo ver bij God vandaan als deze Joden. En daar komen ze er natuurlijk niet uit. En dan wordt het druk gezet. Vers 24, geef God heerlijkheid, wij weten dat deze mens een zondaar is. Ze wisten helemaal niets van de Heer Jezus. Ze wisten niet wie hij was, omdat ze het niet wilden weten. Hoofdstuk 1 lezen wij, kwam tot het zijne, de zijnen hebben hem niet aangenomen. En deze man zegt, of hij een zondaar is, weet ik niet. Eén ding weet ik, dat ik blind was. En nu zie. Dat was de conclusie die John Newton, de schrijver van het lied Amazing Grace, ook
trok. I once was blind, but now I see. Als we kijken naar het vervolg, dan zien we dat die Joden, die Farizeeën, die waren vol van zichzelf en keken neer op de anderen. Ja, u bent een discipel van hem, maar wij zijn discipelen van Mozes. Wij weten dat God gesproken heeft tot Mozes. Wij weten niet waar deze vandaan is. En dan later zien we opnieuw nog dat ze weer zo neerbuigen. Dus u bent geheel in zonde geboren en onderwijst u ons? Wat denk je wel niet? Ze waren helemaal vol van zichzelf. En dat was John Newton ook. Een slavenhandelaar die neerkeek op zijn slaaf. Dat is een lage soort. Ja, goed, daar gaan we maar verder niet op in. Met alle ontwikkelingen van Black Lives Matter, et cetera. Maar John Newton kwam tot geloof. En hij kwam tot de conclusie, toen ik daar alleen maar aan mijzelf dacht. En zoveel mogelijk slaven verzamelde om die dan weer te verkopen. Toen was ik blind. Maar nu zie ik. Nu zie ik hem. Eens was ik blind. Maar nu zie ik. Dat is wat deze man hier zegt. Dat is wat John Newton in dat bekende lied geschreven heeft. Eén ding weet ik. Dat ik blind was. En nu zie. En als we dan kijken in het Nieuwe Testament. Dan lezen we daar ook over. Wij zien Jezus. Hebreeën 2 vers 9. Gekroond. De eerlijkheid en heerlijkheid en eer. Ziende op Jezus, de overste leidsman en volleinder van ons geloof, Hebreeën 12. Wij zien Jezus. Zien wij hem? Houden wij ons met hem bezig? We hebben aan het begin gedacht aan dat groeiende inzicht bij deze man. Is dat bij mij zo? Is dat bij u zo? Dat er ook een verlangen is om met hem bezig te zijn? Deze man, deze bedelaar, die wilde bij de Heer horen. En als we dan kijken in vers 33. Nee, vers 30 moeten we eerst nog naar kijken. In de voorgaande versen, 28 en 29, hebben de Farizeeën gezegd: u! En wij. Maar nu doet die man hetzelfde. En daarom vind ik dit zo'n prachtig hoofdstuk. De mensen antwoordden en zeiden tot hem: hierin is toch iets wonderlijks. Dat u weet het helemaal niet. U weet niet waar deze man vandaan komt. Dat op zich was al een leugen. Want in hoofdstuk 7 vers 27 hadden ze gezegd dat ze wisten waar hij vandaan kwam. En dan zegt hij. Zoals zij in vers 28 en 29 zeggen, wij weten, dan zegt deze man nu ook, wij weten dat God geen zondaars hoort. Denk nou eens na, het kan toch niet waar zijn, dat iemand die een zondaar is, dat hebben jullie immers net gezegd, dat iemand die een zondaar is, zo door God gebruikt wordt. Van eeuwigheid af, vanaf, dat de tijd begon, staat er in de Darby-vertaling, is het niet gehoord dat iemand de ogen van een blindgeborene heeft geopend. Dat is nooit gebeurd. In het hele Oude Testament lezen we daar niet van. We lezen erover dat melaatsen gereinigd werden. We lezen erover dat doden opgewerkt werden. Maar nergens dat een blinde genezen werd. En we hebben in het begin eraan gedacht dat dat spreekt van het duizendjarig rijk. Waar de Heer Jezus zicht zal geven, letterlijk en figuurlijk. En de Heer Jezus is de enige mens. Als mens is hij de enige die ooit zicht heeft gegeven hier op aarde in de letterlijke zin, zoals we dat hier voor ons hebben. En dan zegt hij, mannen, broeders, het kan toch niet anders, dit moet een persoon zijn die door God gezonden is. Als deze niet van God was, zou hij helemaal niets kunnen doen. En dan zie je dat
al praten. En al, naarmate de aanvallen toenemen, naarmate de druk groter wordt, dat deze man meer begint te begrijpen van wie de Heer Jezus is. En wat is het gevolg? Ze wierpen hem naar buiten. Dat waar zijn ouders bang voor waren, gebeurde met de zoon. Dat betekende uit het Joodse systeem, dat betekende uit de familie. Hij was in die zin, naar de mens gesproken, alleen overgebleven. Maar wat is het dan mooi, net als zoals we dat vorige week gezien hebben, dat de Heer Jezus hem opzoekt. Jezus hoorde dat zij hem naar buiten hadden geworpen en toen hij hem gevonden had, daarom zien we dat hij hem gezocht heeft. En natuurlijk, de Heer Jezus wist al deze dingen en hij wist waar hij was. Maar toch, deze woordkeus laat ons zien dat de Heer Jezus hem heeft opgezocht. Is dat niet mooi? Dat in, naar de mens gesproken, het meest verschrikkelijke wat hem op godsdienstig vlak kan overkomen. Maar ook op familiegebied. Hij was alles kwijt. Hij had net zijn zicht gekregen. De wereld kon niet, de dag kon niet meer stuk. Hij kon de wereld aan. En omdat er een aantal ondankbare, ongelovige figuren waren, werd hij buitengeworpen. Maar de Heer Jezus zoekt hem op. En wat zien we dan? Wat vraagt de Heer dan? Gelooft u in de Zoon des Mensen? En we weten niet wat er door het hart of wat door de gedachten van deze man zijn gegaan. We lezen daar heel weinig over. Wat we moeten dat concluderen uit de dingen die hij zegt. Maar dan zien we dat er een, zoals ik al eerder gezegd, dat er een toenemend verlangen en een toenemende groei. En als de Heer Jezus dan deze vraag stelt, en dan moeten we niet vergeten, dit is de eerste keer dat hij de Heer Jezus ziet. Toen de Heer dat slijk op zijn ogen streek, was hij nog blind. En toen hij ziende werd, wist hij niet waar de Heer Jezus was. Dit is de eerste keer dat hij de Heer Jezus ziet. Natuurlijk heeft hij de stem van de Heer herkend. Daar twijfel ik voor geen moment aan. Maar als dan die vraag komt, gelooft u in de Zoon des Mensen? Dan antwoordt hij en zegt, wie is hij? Heer. En dan zien we dat deze man niet alleen zich realiseert dat deze Jezus een profeet is, dat hij niet alleen door God gezonden is, maar dat hij God zelf is. Is dat niet prachtig? Is het niet prachtig om te zien hoe daar vooruitgang is bij deze man? Dat zou ook bij ons zo moeten zijn. En natuurlijk, dit zijn basisstappen, zouden we kunnen zeggen. Als je wat langer christen bent, dan weet je deze dingen. Maar we zijn nooit uitgeleerd als het gaat om de persoon van de Heer Jezus. Als het gaat om de persoon van de Vader. Er zijn altijd nieuwe dingen te ontdekken. Wie is hij, Heer? Omdat ik in hem geloof. Ter afsluiting wil ik van die laatste drie versen wil ik twee dingen benadrukken. Ten eerste zien we hier dat deze man de Heer Jezus erkent als Heer. We gebruiken die term Heer, Heer Jezus. Maar met die naam of die titel is autoriteit verbonden. Is hij werkelijk jouw Heer? En dan bedoel ik niet alleen van ben je een gelovige? Heb je je zonden beleden? Maar is hij jouw Heer? Dat betekent dat hij alle autoriteit heeft in jouw leven. We hebben in het begin gedacht aan Gods soevereiniteit. Hier hebben we het over de autoriteit van de Heer. In het Engels zouden de broeders dan spreken over the Lordship of Christ. Dat vertaalt niet echt naar het Nederlands. Het feit dat Jezus of dat Christus Heer is. Dat is wat deze man erkent. Hij
is mijn Heer. Hij is degene die autoriteit heeft in mijn leven. Wij zijn ook met een prijs gekocht. En wat is het gevolg daarvan als wij dat doen? Wat is het gevolg ervan als wij de Heer Jezus erkennen als Heer en dat niet alleen met onze mond belijden, maar dat ook werkelijk zo doen? Ons leven zo inrichten dat alles ervan spreekt dat Hij de autoriteit heeft, dat Hij de autoriteit is, dat Hij mijn Heer is. Ik weet dat er wordt steeds vaker alleen maar gesproken over Jezus. En dat vinden we natuurlijk in de evangelie vinden we dat ook terug. We hebben daar vandaag aan gedacht. De mens die Jezus heet. Maar Hij is meer dan een mens. Hij is mijn Heer. En als ik mijn leven zo inricht, dan heeft dat gevolgen. En die gevolgen, die vinden we hier ook. We lezen namelijk in vers 38, ik geloof Heer, en Hij aanbad Hem. Als wij ons leven zo inrichten, als wij de Heer Jezus zien als de enige autoriteit in ons leven, als wij Hem als Heer in alles de leiding laten nemen, wat is dan het gevolg? Aanbidding. Dat hebben we hier. We zien hier dat deze man de Heer Jezus aanbad. Dit had niks te maken met de zondagmorgen. Het was op een sabbat, we hebben aan gedacht, het was dus op een zaterdag. Aanbidding is niet iets voor alleen de zondag. Natuurlijk heeft het zeker te maken met de zondag, als we samenkomen. Maar niet alleen de zondag. Aanbidding is iets dat we gemeenschappelijk kunnen doen, maar zeker ook individueel, misschien moet ik wel zeggen, moeten doen. Als we eraan denken wie Hij is, wij zien Jezus gekroond met heerlijkheid en eer. Als we denken aan hoe groot Hij is, als het gaat om onze redding, dan is de blik naar ons gericht. Dan is dat niet zozeer aanbidding. Maar als we zien op Zijn persoon, als Hij groot voor ons is, dan is daar aanbidding. Dan komt daar aanbidding in onze levens. Dat is wat we bij deze man zien. En dat is zoals de Heer het ook voor ons wil. Dat daar een voortschrijdend inzicht is. Dat daar voortdurende groei is. Maar ook dat we daardoor, en daarom zien we dat die kennis is niet alleen maar... Ze zeggen dan, ja, kennis maakt opgeblazen. Ja, dat is ook zo. Als dat kennis alleen maar om de kennis gaat, als het alleen maar om het intellect gaat, dan maakt dat opgeblazen. Maar als die kennis verbonden is met de persoon van de Heer, met de persoon van de Vader, dan maakt dat niet opgeblazen. Dan worden wij heel klein. En dan wordt Hij groot. Zoals Johannes de Doper dat zei, Hij moet meer en ik moet minder worden. Dat het toch zo mag zijn, dat wij door deze dingen die we hier zo, deze blindgeboren man gezien hebben, dat die dingen gevonden mogen worden in onze levens. Laat toch afsluiten met gebed. Jezus, we willen U danken dat we zo opnieuw met U bezig mochten zijn. U mocht dan zien hoe U met de Uwen omging, met deze man die alles verloren had van het ene op het andere moment. En U zocht hem op. U hebt hem alles gegeven wat hij nodig had. En we hebben gezien welke gevolgen dat voor deze man had. En we willen U daarvoor danken. We willen U danken voor de lessen die we ook vanavond weer uit uw woord mochten leren, mochten overdenken. We willen ons ook voor de tijd die voor ons ligt bij U opdragen. Amen. Er is nog één punt dat ik even moet noemen voordat we afsluiten. Dat is dat we een kleine zomerstop in zullen lassen. 3 weken lang zullen er geen livestreams zijn. Zo de Heer wil, hopen we dan zondag 23 augustus, verder te gaan met de laatste 2 tekenen in Johannes. Twee avonden uiteraard.
Dus 3 weken lang zomerstop. Niet dat wij 3 weken op vakantie gaan, maar 3 weken zomerstop. En dan 23 augustus gaan we zo de Heer wil weer verder. Dan wens ik u nu een fijne avond toe en God zegen. Tot ziens.